Het EFS College COFAB wil meer verpleegkundigen aantrekken voor de gespecialiseerde opleiding. Dit liet directeur Angele Walalei Kumbang Sila gisteren weten bij de diploma-uitreiking aan 49 geslaagden, onder wie 9 van de gespecialiseerde opleiding. De directeur zei dat COFAB binnenkort met een tweede lichting van de gespecialiseerde opleiding kan starten. Dat is een specialisme waar ONG kan op obstetrie, gynaecologie, verloskunde, maar ook op de kinderafdeling werken. Dus wij hopen dat zeker meer verpleegkundigen belangstelling hebben om zich te laten specialiseren. Het is een hele belangrijke specialisme. Gaat eigenlijk in een driehoek, toch? Verloskunde, opschijn, eigenlijk zelfs een ruiter en kinder erbij. De babykamers van de verloskamer, maar ook echt de kinderafdeling kunnen jullie ook werken. Een mooie specialisme. Ik kom zelf uit kinder, 20 jaar gedaan, dus dat is mijn favoriete specialisme. Recent riep ook de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Kayadar Sukul, verpleegkundigen op om de gespecialiseerde opleiding bij COFAB te volgen, gezien de vraag naar gecertificeerde zorgmedewerkers groter wordt.